Wat een mooi uitzicht, hè? Dat heb je iedere dag als je woont aan de Nachtegaal 23 in Wijk bij Duurstede. Maar ik laat je graag ook nog even binnen zien. Deze geschakelde, half vrijstaande woning heeft niet alleen een prachtige ligging aan de rand van Wijk bij Duurstede, naast het fietspad en de Kromme Rijn. Het biedt ook ontzettend veel ruimte. Op de eerste verdieping zijn er 4 kamers. Op de tweede verdieping nog eens 2 kamers, waarvan 1 met een eigen badkamer. De woonkamer is licht door de vele raampartijen en biedt een mooi uitzicht op de tuin. En via de schuifbui is er toegang tot het terras. Hier beneden ligt er een mooie blanke houten vloer en staat er de gezellige houtkachel. De strakke keuken ligt aan de voorzijde van de woning en is luxe uitgerust. Met een aparte magnetron en oven, ingebouwde koffiemachine, koelkast en vriezerlos. Warm water voorzien door middel van de close-in boiler en een kookeiland waar niet alleen bergruimte is, maar ook de vaatwasser en een 4-pits inductiekookplaat met daarboven de afzakken. Er is hier ook nog een kleine berging voor je voorraden en daar bevindt zich ook de ketel van de hete luchtverwarming. Zoals gezegd zijn er op de eerste verdieping 4 kamers. Dit is slaapkamer 1 aan de voorzijde. Dit is slaapkamer 2 met toegang tot het eigen balkon. En de derde slaapkamer aan de achterzijde van de woning heeft een vaste trap naar een kleine berg of slaapzolder. De authentieke badkamer biedt een zee aan ruimte. Je vindt er dan ook een douchecabine, een bidet, een bad en 2 losse wastafels. Het toilet is apart en net als het toilet beneden in witte tegels uitgevoerd. De vierde kamer op deze verdieping is deze ontzettend mooie ruimte. Het doet nu dienst als schoonheidssalon, heeft een vast keukenblok met een close-in boiler, maar zou zo omgetoverd kunnen worden naar een zelfstandige studio voor inwonende kinderen of wellicht mantelzorg. Op de tweede verdieping zijn nog eens 2 hele ruime kamers. Een van deze kamers beschikt nog over een eigen compacte badkamer met douchecabine en wastafelmeubel. Verder is er op deze verdieping nog ruimte voor de wasmachine en de droger met koud en warm stromend water. De tuin aan de achterzijde en aan de zijkant van de woning is met veel liefde aangelegd. Het heeft een perfecte ligging op de zon en biedt heel veel privacy. Daarnaast hebben we ook nog de garage die vanuit de hal bereikbaar is met carport en zeker ruimte voor 2 auto's op eigen terrein. Ik blijf hier nog eventjes lekker van het zonnetje genieten. Maar wil je deze woning ook graag eens bezichtigen? Bel dit nummer en ik leid je graag een keer rond.